Dikkie, je bent grote vriend natuurlijk van mij. Ik, één ding die ik jou hier wil vragen, nu je hier zo mooi staat, op een mooie plek, met mooie mensen. Wat zijn je meest dierbare herinneringen die je zou willen delen? Ja, dat ben er wel een paar prachtige herinneringen. Ik heb onder andere, we hadden het vanmiddag over, weet je wel, de ranch. Dat we daar met z'n tweeën opgesloten zaten en zo, ja, en Kees. Ja. En, ja, dat was echt een mooie herinnering met de boeien. Ja. rustig aan. Andere mooie herinnering was dat ik van Kees mocht vliegen met de helikopter. Bij het politiebureau. Dat was echt een mooi moment. Was helaas niet zo mooi geëindigd, maar we leefden nog weer. Nog wel. Morgen of overmorgen niet meer. Maar weer, dat is anders. Dat is anders, ja. Hey, en wat zou je willen dat mensen onthouden over jou en je leven? Dat ik altijd positief was. Dat ik een positief mens ben. Dat ik voor iedereen altijd open sta. Weet je? Ik heb een luide stem. Maar ik hoop dat mensen dat kunnen onthouden. Dat van, ik mis die Dickie toch wel. Ik mis hem wel. En mijn taxiservice die ik vroeger had, toen ik mijn eigen taxibedrijf had. Ja, dat ben toch wel de ding. Dat doe je het voor, hè? Om mensen blij te maken. Taxi Dick voor jou en ik. Taxi Dick voor jou en ik. Hey, en is er iets waar je vrede mee hebt gevonden de afgelopen dagen, wat je niet had verwacht en wat je zou willen delen voordat je gaat? Waar ik niet tevreden mee was Iets waar je vrede mee hebt gevonden. Oh, waar ik met vrede jezelf. Met mezelf. Nou, ik ben erachter gekomen dat ik kan een heel net, lief man zijn weer. Ik heb me vandaag bewezen, toch, Kees, dat ik een goed man ben en niet... Ik hou van je, Dick. Kees, kom maar even bij. Dickie, is er nog iets wat je graag wil zeggen? Of delen met je dierbaren voordat je gaat. Ja, ik hou ontzettend veel van jullie. Jullie zijn het beste van me even overkomen. Mees. Jij en de peren en de ranch. En die nachten dat we samen konden knuffelen. Dat was heel fijn. Dat was mooi. Dat was mooi. Kees. Jij en je mooie rode haan. Ik heb nog nooit zo iemand gezien met zulke mooie rode haan. En zo'n mooie snor als jou. Je petje van jou is ook zo. Laat me nou niet huilen. Mag ik jou nog je petje? Je hebt de grootste lul die ik ooit heb gezien. Hé, hey, wat? Op die van Meesenaar. Ja, ik dacht inderdaad. Ja, nou. Okay. Is er nog een laatste woordje wat je wil meegeven aan de kijker? Pak hem. Pak ze in. Ja. Lieve kijkers, hebben jullie deze nodig om te verplaatsen? Godverdomme, ik ben letterlijk in aan het zeggen. Kut. Ja, kut. Ja. Komt goed. Ja, draait hij nog? Zeker. Ja, oké. Ik hou van jullie. En ik... Weet je, of je nou ongeneeslijk ziek bent of niet, het leven gaat door. En onthoud dat iedereen van u lief houdt. En dat ik altijd het beste mee voor heb gewild als je het ook kijkt. En ik heb je meest nooit een keer doodgereden of zo, of bijna doodgereden. Het spiept me. Het spiept me dun, dus. En dan min. Taxi Dick voor jou en ik! Thank you.
mooie plek voor een mooi man. Het laatste wat hij wou is een epische film. Geproduceerd en gemaakt door Weasel News. Daarbij, als laatste shot, was een shot waarbij hij een helikopter bestuurde en wegvloog de oneindigheid in. Er is vervolgens wat fout gegaan en hij is op zijn eigen termijn, heeft hij dit leven verlaten. Oh. Hij is de helikopter heeft hij in een epische manier gecrashed. En hij is in het water, of tenminste wat er van hem over was, is in het water terechtgekomen. Wij als politie hebben met een flesje wat van het water verzameld. Dat zit in deze doos vandaag. Laten we beginnen met een 30 seconden stilte. Kijk even mijn collega Kees aan. Als jij een schot zou willen afvuren om deze 30 seconden te beginnen. Oké. Dank jullie wel voor deze 30 seconden stilte. Dat waardeer ik. Mogen jullie nu één voor één naar voren komen om wat te delen over onze vriend, over onze mentor, Dickie. Je mag even één voor één naar voren komen voor de doos. Goed hard praten. Dickie, ik spreek even naar Dickie toe. Dickie. Ook al was niet iedereen in de stad fan van je. Je hebt veel mensen doodgereden. Veel mensen van het korps. Je hebt helikopters het HB ingevlogen. Ik ben nu even eerlijk, dat was jij. Maar nu kunnen we het eindelijk een keer toegeven. Mooie dingen meegemaakt. En ja, so long. Dankjewel, namens Dickie. Dankjewel. Kees, mogen we afsluiten met jou, Kees? Natuurlijk mag dat. Super. Misschien wil Kevin ook nog wat zeggen. Kevin. Ik heb ook een mooi momentje te delen. Kijk naar voren, Kevin, de broer van Dickie, dames en heren. Kevin. Hallo, ik ben Kevin. Hallo, Kevin. Hallo Kevin. Dick, ik ga ook mis. Zie je maar. Nou, ondanks dat ik niet zoveel zag, dan hebben we ongeveer van ons 15 te... elkaar niet meer heel veel zagen. Af en toe nog meer een appgesprek. Ik weet nog wel, het laatste moment dat we elkaar zagen, kregen we ruzie. Omdat we waren op de wc, waar we aan het plassen. En we gingen zo'n kruis maken, weet je wel. En voor jullie context, dat je zegt, maar de ene die staat dan aan de andere kant, en aan de andere kant, en dan maak je een kruis, weet je wel. Dus je plast door elkaar straalt heen. Rond het maar af, Kevin. Nee. Ik weet nog wel dat we daar ruzie om kregen, omdat ik per ongeluk tegen een piem aan piste. Maar het is piepie. Ik hoop dat je me nog wel kan vergeten als je dit hoort. Ik hou van het. Dankjewel. Sorry Kevin. Dat ik te laat was. Dankjewel, Kevin, voor deze prachtige, diepe, emotionele woorden. Het heeft ons allemaal geraakt. Dankjewel. Dankjewel. Vrouw Donders. Ja. Ik ken het Dickie niet heel goed, maar ik heb wel een paar mooie momenten met hem mogen delen. Het eerste moment dat ik hem leerde kennen, werkte hij bij het korps Los Santos en schoot hij mijn collega dood. Het doet me heel veel. Dan heb ik hem moeten ontslaan uit het korps. Oh jezus. De tweede keer was hij op vakantie geweest en had hij zijn ogen verbrand en heeft hij 10 mensen doodgereden omdat hij blind was. Oh. Ja, dat was mooi. Ja. Zo dat was heel mooi. Ja. En dat, dankjewel. Dankjewel voor deze diepe woorden, Priscilla. Ja. Waarderen we. Kijk, meneer daar zonder shirt. Ik kan echt gewoon zien dat jij nog hele prachtige mooie woorden te zeggen hebt door onze vriend. Stap naar voren, zou ik zeggen. Ik denk dat hij gewoon een trots toeschouwer is. Ik denk het ook. Zijn er nog... Kees, wil je afsluiten? Zijn er nog andere mensen die iets willen zeggen voordat we het laatste
slotwoord doen. Kees, om het af te sluiten. Zoals jullie misschien weten of niet, ik denk Dickie nu wel een paar jaar. Ik heb hem samen met hem veel gereisd. Van Los Santos naar Los Santos, van naar Los Santos. En elke avond met hem was een soort van avontuur. Ik weet nog wel, toen jullie de eerste keer hier was, meteen het ziekenhuis inreed. Dat ik moest zeggen, Dickie, doe dat nou niet. Dickie, stop. Maar Dickie stopte niet. Ik pakte een auto. Ik ging met 180 km per uur op een blokkenpark. Net een soort van bowlingpin gemaakt van mensen. Ik werd er altijd verantwoordelijk voor gehouden. Maar weet je wat ik doe? Voor Dickie had ik alles over. Voor Dickie stak ik mijn vinger in het vuur. Want Dickie, diep van binnen, was niet een slechte man. Alleen maar ook goed. Al heeft hij misschien zorgd dat hij ondertussen 20 agenten heeft vermoord. 30 onschuldige burgers. Alleen maar positief. Nou, de onschuldige burgers zijn niet zo positief. Ja, agenten wel. Ambulanciers heeft verkracht. Letterlijk verkracht. Oh. Vrouw heeft lastiggevallen. Jezus Christus. De hering, man. Maar allemaal op een goede manier. Van het goede van zijn hart. Ja, hij bedoelt het goed. Hij bedoelt het goed. Hij bedoelt het goed. Dus... Ja. Ja, dat was echt Dickie. Dus je bedoelt het goed om iemand te verkrachten? Dat was Dickie. Ja, bedoel dat was Dickie. Ja, dat is Dickie. Ja, als je Dickie kende, dan wist je. What is happening in this world, man? Ik ga mekaar weer verkrachten. Waar je nu ook bent. Ik dacht dat je in ieder geval op de boven. Maar waarschijnlijk daaronder. Denk het wel. Nog steeds je piemel laat zien aan elke willekeurige vrouw. En dat trots op bent. Hé, hey, we hebben een fanboy achter ons. Ga je goed, Dickie. Dankjewel, Kees. Dankjewel, Kees. Heel mooi. Dat was echt heel mooi. Dankjewel. Dat was echt prachtig. Echt precies, Dickie. Dankjewel, Kees. Dames en heren, ik zou graag iedereen vragen, behalve de toch wel de dichtstbijzijnde cirkel, van Dickie. Maar iedereen om rustig terug te lopen voor wat eten en drinken bij de parkeerplaats. Mag de... Dank je. De familie mag hier achterblijven om de aarde te storten. Waarheen? Dat was toch water? Ik weet nog aardig. Dankjewel allemaal. Dankjewel allemaal. Dankjewel. Met alle respect dan, maar wie is overleden? Dickie. Jongen, hou je hand om. Hele bekende rapper. Dick Johnson. Nee, Dick Johnson. Hij was een bekende taxichauffeur. Dick Johnson, ja, dat. Gecolondeerd. Dankjewel. Dankjewel, dank jullie wel dat jullie bij mij waren. Nog woorden voor hem toevallig, voor Dickie? Goeie kerel, ouwe. Dankjewel. Dankjewel. Hij zit in de doos, dus je praat aan het graf toe, maar hij zit in de doos. Ja, ja. Is dat zo klein? Ja, het is niet veel van open. Het is alleen maar water. Goeie kerel ben jij, ouwe. Ja, dankjewel. Rest in peace. Dankjewel. Dat was het. Dankjewel. Doe jij ook een beetje respect. Wauw. Zeer, dat had hij mooi gevonden. Ja, dat had hij mooi gevonden. Ja, dat vond hij prachtig. Zo mooi, ja. Zeker van een vrouw die dan nog. Ja, ja klopt. Van zo'n lekker wijf. Ja, dat had hij mooi gevonden. Kevin, tot ziens. Tot ziens. Nee, tot ziens tegen Kevin. Nee, ik hou aan, denk het niet. Ik weet het ook niet. Oké, ik geef de doos over aan jou, Kevin. Oh god. Misschien is het. Kevin, ik wil niet heel veel zeggen. Ja. Misschien is het mooi als je die doos doorgeeft aan Mason. Aangezien Mason toch wel jarenlang heeft met hem doorgebracht en jij nadat het kruispas incident... Mag dat? Ja, tuurlijk. Jij had het altijd over jou en je kleine piemel. Misschien is het mooi als je de doos doorgeeft aan Kees. Kees is zo'n intieme relatie met hem. Nee, dankjewel. Ik doe het wel. Waar ga je, jongen? Die kruiwagen, die haal ik nog wel weg. Ja, we kunnen nog wel een bloemetje opleggen of zo. Taxi opzetten. Als jullie een roos pakken, kun je die roos erop gooien. Daar ga je. Ik ga je missen, vriend. Ga je missen, Dickie.
Ik. Hou me kijken. Ik ga je missen. Dikkie, kerel. Als laatste eer aan jou heb ik hier nog een gedragen string. Die ik graag op je doos leggen. Dat vindt hij mooi. Oh, dat vindt hij echt mooi. Ja, dat vindt hij echt graag mooi. Heb je die zelf aangehad? Nee. Die dame die net wegliep. Oh, oké. Okay. Oh, ik kwam van die hoer. Ah, oh, mooi. Dickie, ja, dat vindt hij echt heel mooi. Geniet ervan, Dikkie. Lang gedragen. Meerdere dagen. Is ook in gesport. Bij de basic fit heb ik genomen. Geniet ervan, Dikkie. Oh jongens, het is tijd helemaal. We gaan.